vertrouwen heb je erin? Dat dit 5 punten... Heel veel vertrouwen. Ja? Is het recht te zetten? Zeker recht te zetten. Net als voor de winterstop mag ook het komende half jaar een dragende rol verwacht worden van Hakim Ziyech. Op vakantie in Marokko heeft hij zijn hoofd goed leeg kunnen maken en is hij nu klaar voor de tweede seizoenshelft met een vrijwel geheel nieuwe technische staf. Wat is je indruk van de nieuwe trainer? Ja, dat is op dit moment wel goed. Alleen het is nog een beetje natuurlijk wel lastig inschat, maar de eerste indruk is goed. Alfred kende ik al wel. Erik nog niet persoonlijk. We wisten al van elkaar wie wie is, maar dat is ook niet moeilijk in Nederland. Maar niet persoonlijk. Erik kende ik nog niet persoonlijk. Dus je gaat gewoon met elkaar aan de slag en dan, voetbal is ook een taal. En daar leer je elkaar ook zeker beter in kennen. En buiten voetbal, ja, dan praat je gewoon met hem en probeer je zo gewoon met elkaar, elkaar zo te leren kennen. In een korte gesprek heeft hij natuurlijk wel verteld wat hij een beetje van me verwacht. En dat zal natuurlijk, als we uitgebreid gaan zitten, dat zal dat ook wel aan de pas komen. Zoals Ziyech al zei, is assistent Alfred Schreuder wel een goede bekende. Bij FC Twente werkte het tweetal samen in het seizoen 2014-2015. Vanaf het moment dat ik naar Twente ging, was er al gelijk een klik. En die is op dat moment alleen maar sterker geworden. Hij heeft mij gehaald en, naar Twente, ook met een doel. En alleen daar kwam zeg maar een eind aan. En ik denk waarom onze relatie zo goed is geworden is het moment dat ik hem altijd heb beschermd. Daarom is onze relatie denk ik ook heel, heel sterk en dat we altijd heel eerlijk aan elkaar zijn. Met de komst van de nieuwe staf verandert natuurlijk ook de manier van trainen enigszins. Ik heb natuurlijk een nieuwe staf. Dus er zullen wel wat dingetjes veranderen. En daar ligt op dit moment even de nadruk. Ja, hoe we druk gaan zetten en hoe we gaan spelen. Dat is wel iets anders dan voorheen. Maar het is in het begin wel altijd even lastig. Ik twijfelde niet aan dat het zal niet lang duren, zeg maar, en voordat we het onder de knie hebben. Het trainingskamp is daar natuurlijk uitermate geschikt voor, net als voor het smeden van een teamgeest. Ik denk in 7 dagen, elke minuut, elke uur samen. Dus dan leef je ook wel als een soort groepsproces, zeg maar. Dus dat is ook wel een doel ervan. Dat was voor de winter ook al. We zijn wel echt een hecht team. Ondanks alles wat we hebben meegemaakt, heeft dat ons alleen maar sterker gemaakt samen. Een sterk team op elk vlak zal nodig zijn voor de hervatting van de competitie. Want de allereerste wedstrijd van 2018 is niets minder dan de klassieker. Maar voor de middenvelder maakt de naam van de tegenstander niet uit. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit eigenlijk. Ondanks omdat we zelf natuurlijk nog 5 punten achter staan en we moeten alles winnen. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Buiten conditie, teamgeest en tactiek groeit er nog iets. In ieder geval bij Ziyech. De drang om met Ajax kampioen te worden. Het wordt wel sterker natuurlijk, omdat we ook in de periode dat ik tot hier ben, sinds dat ik hier ben, heel veel heb meegemaakt. Dus ja, het wordt alleen maar wel, het wordt wel sterker. Alleen nu moet het echt gaan gebeuren.